Ja! Nee. Wat nee? Wat nee? Ze moet wel eerlijk zijn. Ze is eerlijk. Ik ben eerlijk. Des te noodzakelijker over deze onnavolgbare man een navolgbaar verhaal te vertellen. Als evenwicht iets was wat je daadwerkelijk kon verliezen, dan glipte het nu uit Gerrits handen en waaide weg met de wind mee. Het is geen symptoom van psychose, dat heet een schrijversblok. Klein kunstwerkje. In een lijstje en een haakje aan de muur zou het niet meer staan. Tot overmaat van liefde werd Katrien ook nog in een boekenwinkel. Oh. Schoonheid omringd door schoonheid. Marcel Pluk op Bukkel, Stamp en Stommel. Wat is dat? Vindt dat poëtisch? Zankatopie Ruggebrocks. Gerrit ontmoet Beb. Ik ben het overzicht kwijt. Dit is overzichtelijk. Beb is zwanger, punt. Maar Gerrit werd geboren als dichter, niet als psychoot. Ik denk allebei.